Landgoed Mariënweerd bij Beest is begin september het toneel van het WK Vierspannen. Wereldkampioen IJsbrand Chardon kan niet wachten tot het zover is. Zo dadelijk hebben we hindernis 1. Dat is bij een duiventeelt. Er komen kleine duiventeeltjes, worden er omheen gebouwd. Dan komen we eerst eigenlijk door een waterpassage heen. Dan komen we eigenlijk in de hindernis. En op het moment dat we in de hindernis gereden hebben, gaan we weer door de waterpassage, gaan we weer het traject vervolgen. Dit is gewoon denk ik een heel mooi stukje Nederland. Het is natuurlijk de Betuwe. We hebben ook een hindernis. Hindernis 8 is in de Uiterwaarden. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie locatie met op de achtergrond de molen. Dan krijgen we ook nog de hindernis op het hoofdterrein met twee oude hooibergen. Echt van voor de 1900. Echt authentiek. Dat is ook zo mooi. En er worden ook mooie kleine hooibergjes omheen gebouwd weer. Ja, ik denk dat het qua terrein echt uniek is. Chardon verkent voorzichtig de randen van het parcours. Met andere paarden weliswaar. Zo, is die braaf. Rustig. Stefan? Omdat ik niet mijn eigen paard hier wil rijden. Omdat je dan toch zegt, zie het, hij rijdt daar. En vandaar dat ik dat met Haflingers doet. Maar als je niet eerlijk bent, dan kom je altijd voor cruciale momenten. Kom je eigenlijk voor verrassingen te staan. En ik denk, zowel in het bedrijfsleven als in de sport, is eerlijkheid het allerbelangrijkste. En ik ben eerlijk ten opzichte van mijn concurrenten. Ik hoop ook dat ze dat eerlijk zijn ten opzichte van mij. En ik wil alleen maar op zo'n manier een wedstrijd winnen en niet anders. Voor het eerst in 14 jaar is Nederland weer gastheer van het wereldkampioenschap. De organisatie verwacht zeker 100.000 bezoekers. Chardon is goed op schema voor de wedstrijd. We zitten super goed op schema, maar dat zegt niks voor de WK. Je weet gewoon dat je keihard moet werken. Er zijn 4, 5 kanshebbers voor de WK. Wij zijn daar één van, niet meer en niet minder. Dus we moeten vol er tegenaan en dat zijn we ook zeker van plan. Dan rij ik daar net een klein stukje Milaan in, want dan houdt het daar op.